De rechtbank in Lelystad heeft woensdag een belangrijke uitspraak gedaan in de zaak van de 42-jarige Chris T. uit Breda, die vorig jaar in september een moordpoging deed op presentator Tim Hofman. De rechter heeft T. veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar, aangevuld met TBS onder voorwaarden. Deze uitspraak kwam tot stand na een verzoek van het Openbaar Ministerie, OM, dat eerder een veel zwaardere straf had geëist van twaalf jaar cel en TBS met dwangverpleging. De zaak is op 6 september 2023 aan het licht gekomen toen T het gebouw van BNNVara in Hilversum binnenging met een omgebouwd gaspistool. Tijdens deze schokkende gebeurtenis verklaarde hij openlijk dat hij van plan was Hofman te doden. Naast deze ernstige aanklacht werd T ook beschuldigd van het voorbereiden van een moord op een hulpverlener uit Os, een feit dat zich in augustus van hetzelfde jaar had afgespeeld. De rechtbank heeft vastgesteld dat T. de moord op Hofman met terroristisch oogmerk had beraamd en dat hij ook de hulpverlener als doelwit had gekozen. Het oordeel van de rechtbank hield echter rekening met het feit dat T. verminderd toerekeningsvatbaar was. Dit speelde een rol in de uiteindelijke strafmaat, net als het feit dat hij zich vroegtijdig terugtrok van zijn criminele plannen en zichzelf meldde bij de autoriteiten. Gezien deze omstandigheden vond de rechtbank de opgelegde gevangenisstraf van vijf jaar. Met inachtneming van het voorarrest en de TBS, met voorwaarden passend en rechtvaardig. Dit is tevens de maximale straf die een rechter kan opleggen wanneer TBS onder voorwaarden wordt toegepast. Het om had T. vijf strafbare feiten verweten, waaronder bedreiging en verboden bezit van vuurwapens. De rechtbank oordeelde verder dat T. daadwerkelijk de intentie had om Hofman te doden met een terroristisch motief. Op de dag van zijn moordpoging verzond hij een manifest via Telegram waarin hij zich uitliet over zijn verzet tegen ideologieën die hij beschouwde als links, extreem links, feministisch of woke. Tijdens de verhoren door de politie vulde T ook zelf de definitie van een terroristisch oogmerk in om zijn motieven te onderbouwen voor het beoogde geweld tegen de BNNVara presentator. De uitspraak van de rechtbank benadrukt niet alleen de ernst van de dreiging die van T uitging, maar ook de complexiteit van zijn mentale toestand. Wat uiteindelijk heeft geleid tot de specifieke strafmaat. Deze zaak roept vragen op over de maatschappelijke impact van geweld en terrorisme en de rol van ideologische overtuigingen in dergelijke misdaden.